You complete me. Just shut up. You had me at hello. Oh, baby, you. Stressvol omdat het is hartstikke druk. Het zit op de Kinkerstraat. Het is warm. Gangpaden zijn heel smal. Er liep net zo'n koppel te bekvechten. Op een hele nare manier. Ja, niet prettig. En daardoor denk ik, oh, lekker action. Ik ga even lekker rondneuzen wat ze allemaal hebben. Dan kom je binnen en dan ga je in een soort van rat race naar de kassa's. En dan sta je opeens weer buiten. Dus het was geen leuke ervaring. Dus ik hou het wel lekker in Groningen, daar heb je mega actions, daar doe ik de tour. En dan hier alleen maar als ik iets nodig heb. Anyway, dit was de klaagzang voor deze week. Goedemorgen, het is de dag van koffietijd. Het is nu 7:15. Het is een kwartiertje fietsen vanaf mijn huis, dus dat is echt heerlijk. Hè? Want het is nu doodstil op straat. Ik ben niet heel nerveus hoor, ik denk dat... Ik wil gewoon graag coole dingen zeggen, weet je wel. Die camera boeit me niet, want daar ben ik zo aan gewend. Ik weet zeker dat die mensen allemaal aardig zijn, daar ben ik ook niet bang voor. Maar wat ik echt graag wil delen, dat ik dat op het goede moment zeg. Dat is waar ik vannacht, de hele nacht over na heb gedacht. We zien echt, ik zie er sowieso nu echt niet uit. Noor wel, maar die heeft wat andere issues vandaag. Ja. Becky is er ook al. Goedemorgen. We zijn hier dus nu even achter de schermen. Even dingetjes voorbereiden en daarna oefenen. Hi, hallo. Heb je dat gefilmd? Ja, hè? Ik heb wel met je gefilmd. Ja, en ik ga nu even een kwarkje ontbijten. Hallo, make-up afdeling. Leko heeft mij opgemaakt. Jongens, jongens, jongens. Ik ga hem niet filmen, want dat is niet altijd handig. Maar, oh, dit was echt een droom. Ik was zo benieuwd wat hij zou doen als hij het zou doen. Deze look. Oké, ik moet me nu snel omkleden. Top, ik ga maar even iemand naar elkaar. Misschien een beetje dan. Met mij. Zo. Ja. Top. Zou dit logo ja, even, een beetje zo. Is prima, oh, nee. Maakt niet uit. Nee. Kijk, hij gaat maar even kijken. Het is niet direct Nederlands, maar jij mag mij altijd op geld staan. Zet hem op. Ja, zet hem op. Ziet er prachtig uit. Kan ik jou nu zien? Ben je er klaar om nog een fotootje maken voor mijn Insta? Ja. Van deze set. Heb jij, waar heb je je telefoon? Ah, met jouw telefoon. En dan naar mijn app. Ja, zo is ja, het was zo leuk met jou. Vond ook leuk samen. We hadden allebei leuke dingen. Nou, en anders. Ja, ze zijn nog bezig. Loor, dit was zo leuk om te doen, jongens. Ik had er ook echt een goed gevoel over dat ik uit mijn woorden kwam. Ik heb gezegd wat ik wil zeggen. Ik ga nu maar even een stukje erin plakken. Maar ik wil het natuurlijk eerst nu zelf zien. Kijken hoe ik overkwam op beeld. Ik was uitgehongerd. Ik heb de lekkerste broodjes ter wereld gekocht bij Simon Meese. Zachte bolletjes met tijger. Dat is helemaal hard. Oh, ja, daar gaan we.
Ja, en dat vind ik ook wel het voordeel natuurlijk van ons vak. Wij worden vaak verwend. Zo eng. Gehaald door onze... Peggy en Roos Marijn, die zijn de experts op dit gebied. Goed dat jullie er zijn, ladies. En ik ben ook echt blij met wat ik net al zei. Toen zei ik eigenlijk al alles wat ik wilde zeggen. Dus wat er nu nog komt, maar ik moest wel uit. Mijn gele jasje is in de wasmachine geweest. Vind ik altijd zo fijn. Als hij dan weer helemaal schoon is. En ik heb een pakket van Chiquero. Ik weet nooit wat ik dan krijg. Ik kies dan gewoon van de nieuwe collectie alles wat ik mooi vind. Daar stuur ik linkjes van door. En dan kiezen zij weer wat ze willen opsturen. Ja, ik ga het aandoen. Heel mooi. Hier zit elastiek met van die linten. Moet even gestoomd worden. Ik vind dit mouwtje heel erg leuk. En het is dus een hele fijne katoen kwaliteit. Zo zit de achterkant. Met een knoopje. Het is wel kort hoor. Maar ja, voor straks valt het wel weer mee als het eenmaal mooi weer is. Dan is kort een hele andere perceptie. Deze leek me zo cool, zo'n paperback short. Hier is een soort van champagne-achtige toon. Je ziet hoe mooi die kwaliteit gewassen is. Een beetje een hoog model. Ja, dit is nog even allemaal een beetje wit en zo. Maar kijk, dit is wel heel cool hoe dit zit. Dit vind ik leuk. Het is wel kort, maar ja, het is ook echt voor high summer. Is het leuk met sandalen of moet dit met gimpjes? Ja, en een goede quality. Ja, het is best wel. Deze hoopte ik al. Ik vind het zo mooi. Zo'n asymmetrisch rokje. Ja, dit vind ik te cool, jongens. Met elastiek. Want het zit lekker met dat elastiek. Ik zet de linkjes hier in de beschrijving. Tjus! Vrijdagavond. Ik ben net bij mijn zus lekker gaan eten. En ik heb geëdit. En alles opgeruimd. En ik ga nu naar Café de Heuvel. Daar zijn Floortje en Maud. En volgens mij Sofietje ook. Ga even een drankje doen. Het is prachtig weer. Het is blauw. En zonnig. En je kan daar lekker buiten staan. En mensen kijken. Want het is ook een heel druk punt. Dus dat ga ik doen. Tot zo. Martino heeft hem geen één keer gezien. En op die foto. Dan wordt het, en dan wordt dit haar, want dit licht is niet goed. We zitten bij kantoor. We zitten hier wel vaker. In Westerpark. En ik heb een broodje met rib-eye en een soort oude kaas of zo. Het is die saus of de kaas? Mm. Heel weird. Maar het zit hier wel lekker, hè? Ja, dat is heerlijk weer. We zitten hier dus in zo'n pakhuis. Prinseneiland. En dit is het uitzicht. Zaterdagavond, we zitten hier even een wijntje te doen en ik ga misschien zo nog naar Westerpark, maar Quentijn weet ik niet. Morgen ga ik even helemaal niks meer sociaal doen. Jij? Moederdag, dat ga ik doen. Oh ja, sorry mams. Via deze weg. Een hele fijne moederdag gewend. En hoe heet jouw moeder? Lenneke.
Lenneke, ook een dikke kus voor jou. Hij loopt nu pas. We gaan nu catwalk... Jee, dat licht. We gaan nu catwalk loop oefenen, want Quintijn gaat voor het eerst drag queen. Als drag queen. Maandagochtend, ik mag mijn nieuwe jas aan. Ik ga even lekker met Alice naar de Noordermarkt. Hier hoort mijn wasmachine. Oh, hij is wel echt veel korter geworden in de was, maar dat zakt nog wel uit, denk ik. En dan wil ik dus even een kleur muts kiezen. Ik dacht eigenlijk gewoon met zo'n dik logo. Deze. Kijk, het is wel cool dat er een logo op zit, maar het is niet qua kleur bijzonder. Ja, rood nee, want ik vind dus deze kleur best wel een serieuze kleur. Dus ik wilde iets vrolijks bij. Dit vind ik niet leuk, want ik heb al die gele trui aan. Dit is wel mooi, maar mijn schoenen zijn al in die kleur. Dit vind ik niet leuk, had ik vorige week. Rood nee. Dit vind ik wel mooi. Hier zit op de achterkant een lelijk logo. Dit is de winters, klein. Nou, dan vind ik die Supreme leuker. Supreme leuker, te winters. Dat had ik vorige week. En oranje, nee. Oké. Het laatste wat jullie trouwens zagen was een sfeerbeeld van Paradiso. Er was dus een drag group om te allemaal gaan optreden en competen. Heel weinig gefilmd, maar... Ik denk dat ik dat stukje er toch maar even inlaat. Dat was wel heel inspirerend. Ja, Alice! Het is lang geleden, jongens. Hallo. Ja, maar wel echt classic. Echt een week of 12. Bij mij de vlog? Ja, ik jouw tel eigen dat vlog. Ik zwanger ben, tel ik in weken nu. Ja, dat wilde ik dus zeggen. I'm pregnant. We zijn met z'n drieën vandaag. Ja, een jochie is er ook bij. Een mannetje? Wat een jongetje. Wist ik het al? Het stond al online, maar ik deel niet. Ik ben een beetje privé. Ja, maar wil jij dit dan wel? Dat is mijn hormonen ding. Eigenlijk. Maar wil jij dit? Oh ja hoor, hormonen in de vlog? Oh, als ik heb mezelf wel gemist. Ja. Maar wij gaan eens even een rondje op de Noordermarkt. Wat zoek jij? Sweats ook? Sweats, gewoon iets lekkers wat ik nu aan heb, maar dan gewoon lekker oud, vintage, leuk. We kunnen even bij die zipperkraam kijken waar ik vorige week was. Want daar liggen toch, waar ik die Versace jullie had. Naar die riem wil jij. Die ligt daar helemaal achterin. Ja, want ik heb daar nog een paar keer gekeken, toen zag ik nooit wat. En toen kwam ik bij jou ineens voorbij, toen dacht ik, ja, dat vind ik leuk. Ja. Oké, dus wij weten wel wat we moeten doen, maar we doen eerst even koffie. En wat heb jij hier voor mij? Want dit wil ik op beeld. Dit wil je op beeld. Nou, het is normaal ben ik van het inpakken, strikje erom en gezellig. Dat heb ik nu niet, want ik was vanochtend nog aan het werk. Oh, is dat die broeken? Tiger. Oh schat, dit vind ik toch goed. Ik zie hem zo hierbij. Ik draag dit veel ook, hè? Met zo'n kleine hij uitlopende... Zit, heb je deze in het lijfpaard ook voor nee? Nee, ik heb nog nooit een legging van jou. Geloof me, ik zeg het nu, je gaat hierin wonen. Hou ook echt van tijger. Meer dan van panter. Het is een goede print. Maar hij zit, dit zit zo dikke, lekker. Nou, daarom heb ik, en daarom moet je niet schrikken, heb ik een L. Maar dan heb je gewoon, dan stretcht die stof niet zo erg. Als ik krijg echt zo'n witte, ja, oké. Okay. Want jij hebt meer derrière. Oké, dat gaat er dus uit. Nee. Oh, echt? Nee. Nou, ben je blij mee? Ja, dat weet iedereen wel. Ik heb een kleine... Ik ben hier heel blij mee. Hier kan ik mooie lookjes mee maken. Ja, en ik, het zit gewoon echt als een pyjama. Thanks, schat. Alsjeblieft. Ja. Ik ben benieuwd, Roos. Leuks, maar het is wel heel druk, hè? En het is mooi weer. Het is omdat we wat later zijn inderdaad en omdat het mooi weer is. Vaak zitten wij in de regen te spitten. Maar we gaan rechtsom. Ik ga jou achterna. Ja, ik heb vooral geen zin in die fitty daar bij die dikke kraam. Ik wil gewoon naar de rustige kraam.
Want daar is altijd drama dat mensen dingen bij elkaar uit de tassen stelen en dan willen afrekenen. Dat zijn al die inkopertjes. Ja, ja, die pakken hele zakken vol. Ja. Hier allemaal tie-dye shirtjes. Ja, wel grappig hoor. Ja. En ik heb dus één tie-dye shirt. Ja. En daar zit een lelijk artwork op, maar dan draag ik hem dus binnenste buiten. Oh ja. Dat kan ook nog. Dit is ook wel een nice hier. Ja, iets. Maar hij is te klein ook. Ja. Ja. Ik heb dus twee dingen, drie dingen. Ik dacht, er zit niks tussen. Ineens. Ja. Dus is van mooie kleurcombi. Ja. Volgens mij zit een hondbalmerk. Vind ik kleurcombi wel mooi? Ja, vind ik wel. Dat is de reden dat ik denk, dit doe ik niet echt aan als vrouw. Deze vind ik leuk qua placement. Ja, maar wel kleiner. Heftige deze, maar ik zie het nu al nee. Oh, de voorkant vind ik heel leuk. Ja, maar dit. Oh, Hawaii. Ik ben niet zo surfer. Nee. Maar wat kost het? 5 euro per stuk? Ja, nee, 3. Oh ja, 5 euro per stuk. Oh, 3,50. Zullen we even aantrekken? Wacht even zo. Oh, ik heb wel een hoop gedoe hier bij me. Ja, of om tas uit te kleden. O, die had ik nou niet verwacht dat je die eruit zou trekken. Maar het staat... Ja, je leuk het, toch? Ja. Er zit zo'n opa jasje daardoor. Nee, vind ik niet. Door, door wat? Door... Ja, die hebben wel eens van die geruite jasjes. Nee, maar ik vind juist sportief. Jij moet er lekker te bieden. Nee, ik vind die blauwe mooi. Ja. Dit vind ik heel cool. Zo'n knitting. Knit het maar dan met Adidas. En dit vind ik eigenlijk ook wel heel gaaf. Shorts lief zwet. Heeft ook iets, hè? Ja. Deze jas dus, maar, is er niet maar je scherp? Had ik net al beeld. Okay. Maar dan moet ik even die rits maken. Ja. Ja, gek, hij zit precies andersom. Ja, hij is gesleten. Nee, het is een reversible jas. Oh, ja. Dus de binnenkant heeft ook altijd een spoeler. Maar je kan dit dus niet omdraaien, of wel? Nee. Nee, dus hier moet ik even gewoon iets op doen. Maar anyway, die kleur is echt top. Ook. Lekker shirtje. Is ook heel mooi. Mooi spul. Ja. Okay. Wat is dat? Viscose? Zijde. Maar ja, hè? Ja, ik vind die bomber echt... Okay, dus die kimono, daar heb ik nu wel genoeg van. Maar kijk, hier ligt dus wel een hele stack op. Ja. Dan heb je wat leuks of zo? Even een beetje sfeershots. Nee, dat is niet waar. Hier, deze jas komt hier uit het beeld. Ja, hij is wel heel gaaf. Dit vind ik mooi. Ja. Ja, maar ook op je schouders vind ik leuk. Niet te breed? Ja, ik vind hem iets te breed. Ja. Maar wie weet is dit, is dit voor jou nog oké? Hij is van achter ook heel mooi. Dit, hè? Ja, hij sluit goed aan. Heel leuk. Ja. Mooi hoor. Goeie prijs, man. En hij is niet hij is helemaal pillen of iets? Fris en fruitig. Korte mouwtjes, maar ik vind het toch wel leuk dat je dan die hoodie een beetje op zo'n prettig beetje gaat zien. Deze? We zijn weer bij die gekke oorbellenkraam. Deze, Ellen, dat marmer gevoel. Leuk. Gerrit heeft mij gezien op koffietijd. Ja. Kijk, en wat vind je van de jas die ik hier vorige week heb gekocht? Ja. Staat goed, hè? Ja. Die had je eigenlijk even aan moeten doen. Voor koffietijd, ja, maar toen was hij nog niet naar was geweest. Nee. Hij moest met een bloedgang door die wasstraat. Ja. Maar hij had wel mooi gekund, want het is wel een goed statement ding. Ja. Maar dit hoort maar bij een highways, is dat leuk? Ja. Oké.
Maar hij staat leuk. Ik zie allemaal mooie dingen. Kijk, dat zilveren glitterpak daarachter. XL, hier is super. Zo klein is hij niet. Ik denk voor iets met styling is leuk. Ja, pas. Ja, het is goed. Styling dingetje. Oeh. Deze. Maar draag je dat in de zomer van dat soort broekjes? Ja, dat ga ik in de zomer shorts dragen. Ja. Ook te gek toch, als styling ding. Maar dan moet ik hier even maken, maar dat kan ik wel. Oh, dat vind ik heel heftig. Die andere blauwe vind ik wel heel tof. Ja, het zit wel top. Ja, ik vind dit broekje leuker dan die, maar dat is... Deze weer leuker. Dit is meer draagbaar, dat zou je meer als styling doen. Oeh, oh, is gescheurd. Ja. Mono met fluo, wat wil je nog meer? Het was een hitje toen wij in groep eerste klas zaten ofzo. Ja. Oh, cool. Wacht even. Rijdt wel toch? Ja. Hoeveel is deze meneer? 15 euro. Ja, hij is cool. Een klassieker hè? Hij is dit volgend jaar winter nog steeds. Ja, dat vind ik. Ik vind dat als je het zo ver vooruit... De combinatie ook wel goed eigenlijk. Ja. Op tv. Ja, ik vind hem wel heel cool. Ja, even een mooi rondje. Ja, is wel tof. Ik ben dan klaar met die trend. Kijk, wat ik dus helemaal vergeten laat zien. Dit is wel een vette... Die binnenkant is wel nog volgend jaar cool. Leuk jasje. Alleen... Het vergeelde. Zou dat eruit gaan? Oh, die achterkant moet ik echt even... Even hierheen komen lopen bij je draai. Ja, dat vind ik heel vet. Echt heel vet. Maar wat vind jij van dat gele? Dat is vergeeld of ja. Hoort dat? Nee, kijk. Het is gewoon... Zoveel gekocht. Echt niet normaal. Ook nog bij één kraam 5 dingen voor 10 euro. Daar hou ik van. Dus ik ga naar huis. Ik moet zoveel editen. Maar dit was een hele lekkere ochtend. Dit wordt echt een hele, hele leuke try-on. Want ik heb alleen maar partystuks. Nou, partystuks niet helemaal. Volgens mij heb ik in totaal 30 euro of zo uitgegeven. Nou, beginnende bij deze jas. En die was 5 euro. Het ziet er gewoon old uit. Maar is in Frankrijk gemaakt. Wol. Ja, het is echt de meest sobere wollen mantel die je kan bedenken. Er is niks vallends aan. Het is vrij korte mouwen, maar dan doe ik gewoon lekker een lange sweater onder. Een soort beetje gekamde wollen kwaliteit. Double breasted. Een gek mooie short sleeve. In zijde. Hele mooie licht. Kijk, zo'n heel mooi lichtblauw. Wat ook gekoeld kan zijn met fluo. En dat is gewoon heerlijk voor de zomer. En dan met een sporty broekje of zo eronder. Dat zou trouwens ook een look kunnen zijn. Nee, deze was 5. En dit broekje zat in die groep van 4 voor 10. En daar zijn de zijnaden van open. Dus die moet ik even maken. En dan meteen ook deze. Hier ben ik echt het meest benieuwd naar. Want hier zit een klein scheurtje in. Dit moet ik meteen eventjes zo aan elkaar zetten. Deze is klaar. Dan nu dit kleine ding.
niet helemaal goed. Dit is te klein. Dit had ik in mijn hoofd gewoon als een losse short. Maar dit zit veel te strak. Kleurbeeld is het wel heel leuk om twee van die verschillende kleuren pijpjes te hebben. Dit vind ik heel cool. Ik vind die kleur gaaf. Ik vind die tape die hier zo langs die rand zit, vind ik heel erg mooi. Dat Diadora's vind ik leuk. Die kleine splitjes zijn leuk. Het model is goed. Geen zakken. Dat is mijn enige minpunt. Shadows. Next. Er zit een logootje op. Dus dat is eigenlijk gewoon een trainingsbroek, maar dan heel wijd. Maar ik denk dat ik dit met laarzen of iets ga doen, want... Met sportschoenen is best wel log. Maar dat heb ik sowieso altijd met wijde broeken, palazzo pants en zo. Wat voor... Oh, of die afgeknipte cowboy boots. Die kunnen hier ook heel goed bij. Ik doe hem met dit shirt. Want ik zat net bij mijn kast te kijken. En dacht, hey, ik heb iets gekleeds nodig voor bij die sportlook. Dat is deze. Nog iets leuks erbij. Kijk, deze gekocht. Een hele rommelige try-on. Maar ik heb dit lakwa dingetje gekocht. Dus die doe ik even... Onder dit shirt. Of is dit leuk met een sportjasje? Ja, dit doe ik hier niet bij. Dit doe ik met een sportjas. Dit is echt rock and roll. Ik vind echt dat Mick Jagger zou dit ook aankunnen. Dat ik dit shirt toch heb meegenomen. Want wat ook heel mooi is dat die knoop tot hier komt. Zodat het net diep is. Dat is altijd maar afwachten waar die knoop precies valt. Oké, ik doe nog iets heel gaafs hierbij. Dit is echt zo'n klassieke bomber jacket kleur. Is ook een fly jacket, denk ik. Ja. Hier ben ik dan op dit soort details. Gewoon die army info. Oh. Het is een soort groen-grijs. Ja, iedereen kent die kleur wel. En die zip tapes zijn dan lichter. Dit vind ik echt super mooi. Er gebeurt van alles. Dit shirt en die smileys en dit bij elkaar. Die kleuren en het model. Dat die kort is, maar wel drapey. Oké, het probleem hier is alleen. Als ik hem dicht zou willen, moet ik hem dus van binnenuit dicht doen. Dat is irritant. Dus ik zou kunnen kijken of ik dit kan oplossen. Eigenlijk gelast worden of zo. Of met een tangetje. Ik ga nu de legging passen van Alice. Deze legging is van de Wild Babes. Oh, lekker. Ik kan goed hoog. Super lekkere kwaliteit. Hij loopt hier ietsje uit bij die bootcut, zeg maar. Ding, ding. En hij zit echt in de taille, dus dat vind ik ook nice. Kijk, zo. Dat je het een heel klein beetje ziet. Is dat cool? Ja, dus het is best sexy, maar je hoeft niet helemaal bloot erin. Maar het is detail. Het is wel voor een feestje dan. Dit was zo'n feest. Het is echt zelden dat ik zoveel partystuks heb waar ik echt heel blij van word. En tot de volgende. Doei!